dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in de Elisabethzaal van Antwerpen voor de grote kerstshow van Samson en Gert. En hier zijn ze dan, Samson en Gert! Hey! Hallo hey. Allemaal! Hey! Samson, kijk, het is niet te geloven. Ja, wat is er precies aan de hand? Onze straat is veranderd. Het is de leukste straat van het land. Moet je je zien, ginder staat de fanfare. Zeg, Gertje, krijg ik een ballon. Natuurlijk. Ja, wat tof. Er zijn clowns en er zijn acrobaten. En verder is er heel de dag zon. Want het is feest in de straat. Het is feest in de straat. Het is feest, feest, feest in de straat. Er hangen bloemen, vlaggen, slingers en er staat een grote tent. Er wordt gedanst en gelachen, je verveelt je geen moment. Het is feest voor groot en klein, van vroeg tot laat. Het is feest in onze straat. Kijk eens daar, al die meisjes op stelten. En daar is de baron op zijn paard. De groene man maakt de mooiste boeketten. De bakker bakt een pracht van een taart. Want het is feest in de straat. Het is feest in de straat. Het is feest, feest, feest in de straat. Er hangen bloemen, vlaggen, slingers en er staat een grote tent. Er wordt gedanst en gelachen, je verveelt je geen moment. Het is feest voor groot en klein, van vroeg tot laat. Het is feest in onze straat. Er is ijs en er is limonade. En we zien er feestelijk uit. Het wordt pas om 9 uur donker. Een knallend vuurwerk is het besluit. Want het is feest in de straat. Het is feest in de straat. Het is feest, feest, feest in de straat. Er hangen bloemen, vlaggen, slingers en er staat een grote tent. Er wordt gedanst en gelachen, je verveelt je geen moment. Het is feest voor groot en klein, van vroeg tot laat. Het is feest in onze straat. Want het is feest in de straat. Het is feest in de straat. Het is feest, feest, feest in de straat. Er hangen bloemen, vlaggen, slingers en er staat een grote tent. Er wordt gedanst en gelachen, je verveelt je geen moment. Een fantastische show. Nou ja, dit wordt een elastische slow. Een fantastische show. Dat wil zeggen dat het vandaag heel goed gaat worden. Zeg, dat is zo wel een beetje heel echt waar wat Gertje zegt zo. En daarom zijn we heel erg blij dat jullie hier allemaal zitten. Ja, want als jullie allemaal zouden rechtstaan, dan zouden jullie zo'n beetje heel vlug moe worden zo. Wat is dat nu voor flauwekul? Maar Gertje, Gertje, dat is toch eigenlijk geen lauwe snul? Flauwekul? Ja, maar Gertje, het is toch heel echt waar wat ik zeg. Als zij nu zo allemaal blijven rechtstaan, hè, dan worden zij toch zo'n beetje heel vlug moe zo. Ja, maar dat is toch niet belangrijk? Nee. Er is iets anders en dat is wel heel belangrijk. Ja, maar Gertje, wat bedoel jij eigenlijk zo als jij zo zegt, er is iets anders en dat is heel belachelijk?
heel belangrijk. Ja. Wij hebben slecht nieuws. Ah, ja. Oh, nu weet ik wat jij bedoelt. Wat zeg je dat is waar? Eigenlijk, hè? Eigenlijk hebben wij zo een beetje een heel groot probleem. Nee, wij hebben een heel groot probleem. Oh ja. Dit jaar doen mevrouw Janine en meneer de burgemeester niet mee in de show. Oh, Gertje, ze zeggen zo. Oh. Ja, wij kunnen er niks aan doen. Mevrouw Janine en de burgemeester zijn op reis. Ja. Ze zijn naar Honolulu. Ja. Maar Gertje, waar is dat eigenlijk zo? Glu. Honolulu. Ja. Dat is in Hawaii. Ja. En Hawaii, dat is hier heel ver vandaan. Oh. Maar pas op, niet getreurd. Wij hebben nog andere artiesten. Ja, maar Gertje, wie zijn dat dan eigenlijk zo, die andere slappe tisten? Artiesten? Ja. Wel, om te beginnen daar zie de mannen van ons orkest. Oh. Dag, meneeren van ons protest. Orkest. Ja. En dan zijn er ook nog de jongens en de meisjes die gaan dansen. Oh, Gertje, mag ik dat zeggen? Zeg het maar. Dat zijn zo de meisjes en de jongens van ons ballenet. Nee. Van ons ballet. En dan zijn er natuurlijk ook nog Octave en Albert. Gertje, mag ik eens iets vragen? Maar Gertje, weet jij al zo'n beetje zo wat meneer de Raaf en meneer Spaghetti zo zullen doen vandaag? Ik weet het. Ja. Maar het is nog een groot geheim. Oh. Maar geloof me, Samson, dankzij al deze mensen wordt het dit jaar weer een hele mooie... kerstshow. Juist, ja. Ja. Zullen we eens doen? Alsof het nu terug kerstmis is. Maar Gertje, moeten wij het dan weer zo'n beetje heel erg koud hebben zo? Ja, want het sneeuwt al. Oh ja, zeg, hé. Wow. Wanneer er sneeuw valt op je kop en stormwind daar nog bovenop. En er cadeautjes onder bomen staan. Wanneer het licht wordt tegen 9 en weer donker tegen 5. Dan weet je zeker kerstmis komt eraan. Wanneer je uitglijdt op de straat en uit moet kijken waar je gaat. De nachten lang zijn en de dagen kort. Wanneer je warme jassen draagt, wanneer je niet om frisco vraagt. Dan weet je zeker dat het kerstmis wordt. Dan is het kerstmis, dan is het feest. Er is al lang geen witte kerst meer geweest. Er hangen slingers in onze boom. Een witte kerst is waar ik van droom. Hoop dat de sneeuw niet te gauw dooit. Ik heb alvast pruimeltjes gestrooid voor de vogeltjes in onze buurt. Ik heb veel cadeautjes ingepakt en ook veel postzegels geplakt. Ik heb mijn nieuwjaarswensen opgestuurd. Want het is kerstmis, want het is feest. Er is al lang geen witte kerst meer geweest. Er hangen slingers in onze boom. Een witte kerst is waar ik van droom. Duizend sterren dag en nacht, er houden engeltjes de wacht. Er klinkt muziek in elke straat. Heel veel wit en weinig groen, de hele wereld eet kalkoen. Terwijl men over vrede praat. Want het is kerstmis, want het is feest. Er is al lang geen witte kerst meer geweest. Er hangen slingers in onze boom. Een witte kerst is waar ik van droom. Want het is kerstmis, want het is feest. Er is al lang geen witte kerst meer geweest. Er hangen slingers in onze boom. Een witte kerst is waar ik van droom.
Meisjes en jongens, dames en heren, dan vraag ik nu een warm applaus voor de enige echte Octave de Bolle en de enige echte Albert. Geurtje, kijk eens, zeg mevrouw Pralin. En meneer de burgemeester, die zijn toch zo'n beetje gekomen zo. Zeer juist, dag schatje. Maar dag mevrouw Pralin. Gegroet iedereen. Maar dag meneer de burgemeester. Aan allen die nu in deze zaal zitten, proficiat. Aan allen die nu niet in deze zaal zitten. Proficiat. Ja. Geurtje, Gertje, jij hebt daar straks toch gezegd zo dat mevrouw Pralin en meneer de burgemeester een beetje niet zouden komen vandaag, omdat die zo'n beetje op reis zouden gaan naar Koekoekoekoe. Honolulu. Ja, burgemeester, u had toch een reis gewonnen naar Honolulu? Ja. En omdat uw huishoudster Marie niet kon meegaan, ging mevrouw Janine toch mee naar Honolulu? Ja, dat dacht ik ook, maar daar zit, die heeft zich zo'n beetje vergist, die meneer. Ja, zeg mevrouw de Bolle. Ik had niet goed naar die vliegtuigticketten gekeken. Dus eigenlijk vertrekken wij pas morgen naar Honolulu. Maar ja, daardoor kunnen we dan wel meedoen met de show, hè? Ja! Hey, Honolulu! Honolulu! Hey. Jullie kunnen niet meedoen in de show. Nee! Maar Geurtje, waarom kunnen mevrouw Pralin en meneer de burgemeester eigenlijk niet meedoen zo? Ja, ze hebben niet geoefend. Zeg, jongen, is dat u zo belangrijk om een beetje te zingen en een beetje te dansen? Moeten wij toch niet oefenen, zeker? Ah, natuurlijk wel. En dat hebben jullie niet gedaan, dus jullie kunnen niet meedoen in de show. Wel, dat is dan heel jammer voor de show, want zonder ons zal die wel niet veel voorstellen. Ja. Geurtje, wat moeten mevrouw Pralin en meneer de burgemeester dan eigenlijk doen zo? Ik heb al een oplossing. Ja. Kijk, als jullie dan niet kunnen meedoen in de show, hè, dan kunnen jullie nog altijd kijken naar de show. Hè. Oh, ja. Ga maar gezellig zitten en geniet maar van het spektakel. Ja, het is al goed, jongen. Kom, mevrouw de Bolle, dan zullen wij maar gaan zitten. Wel, als ze de twee beste artiesten van het hele dorp niet in de show willen hebben, dan moeten ze het maar weten. Ja, veel plezier met de show. Maar Geurtje, ik weet het niet heel zeker, maar ik denk zo stil in mijn hoofd dat mevrouw Praline en meneer de burgemeester, dat die eigenlijk een beetje boos zijn. Het is niet erg. Hun achterkant is mooier dan hun voorkant. Zo. Ja. Wat van iedereen niet kan gezegd worden. Zo. Meisjes en jongens, dames en heren, hier zijn ze dan, Octave de Bolle en Albert. Alberto! Oh. Gegroet allemaal! Dag meneer de Raaf en dag meneer Spaghetti. Dag mannen. Maar Geurtje, mogen wij nu al zo'n beetje weten zo wat meneer Spaghetti en meneer de Raaf zo zullen doen vandaag? Ik zal er eens vlug vertellen. Ja. Sorry, vertel het, is vlug Albert. Ten eerste is Albert. En ten tweede... Ja, ik zal het wel vertellen, want iets vertellen, dat is toevallig een van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt dat ook altijd. Pa zegt ze... Komt er nog wat van? Ja, dat zegt ze soms ook, ja. Zoals jullie dus al weten, doet ons Moeken dit jaar niet mee in de show. Ja, nu ben ik daar niet zo boos om, hè. Want ons Moeken, die kan soms lelijk vervelend zijn, hè. Ze weet altijd alles beter. En dan wordt ze boos, hè. En dan zegt ze... Octave, ben jij niet verlegen? Ja, dat zegt ze soms ook, ja. Oh.
Moeke, jij was toch met de burgemeester naar Honolulu? Praat jij altijd zo over je moeken als ze er niet bij is? Ja. Oh, nee, 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 nee. Ik bedoel, dat was maar om te lachen, hè. Wel, ik kan daar niet mee lachen. En ik ben heel boos op je. En ik praat niet meer tegen je. Oh, Gertje, Gertje, nu maken mevrouw Pralin en meneer de Raaf zo'n beetje heel veel ruzie zo. Ja, zeg. Dat is nu ook niet nodig, hè. We weten nog altijd niet wat zij gaan doen in de show. Ah, wacht. Ik zal een geweldig operanummer brengen. En Octaaf zal een turnoefeningetje doen. Hela, meneer, hela. Geen oefeningetje, een geweldige oefening. Ik ga koortdansen. Maar meneer de Raaf, ja. Mag ik eens iets vragen? Jij mag dat. Maar meneer de Raaf, wat is dat eigenlijk zo voorzwansen? Hé, hey, Samson, nee. Koortdansen, ja. Dat is dansen op een koord, hè? Ja. En dat gaan we dus straks zien in de show. Ja. Geef ze nog maar een applaus, deze twee rasartiesten. Ah. En jullie... Ga maar gezellig terug zitten en geniet maar van de show. Denk er niet aan. Ik wil zelfs niet meer naar de show kijken. Ik ben ermee weg. En ik ook. En zonder ons zal het maar een flauwe show zijn. Gertje, Gertje, ik weet het niet heel zeker. Maar ik denk zo stil in mijn hoofd dat mevrouw Praline en meneer de burgemeester... dat die nu eigenlijk zo heel, heel, heel boos zijn zo. Ik denk dat het allemaal nog heel goed meevalt, Samson. Ja. Hey, weet je wat? Wij zingen ondertussen gewoon een... liedje! En wieg maar mee op de maat van de muziek. Allee, mevrouw, kom aan, meewiegen. Ja, zo. Gertje had iets meegebracht, een prachtige machine. Geweldig groot en lekker zacht, het was een trampoline. Meneer de Raaf zei dadelijk, dat is net iets voor mij. Want ik ben bij de spieren los, dus ga maar eens opzij. Vandaan. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. Heb je dat gezien? Ja, Gertje, die deed dus omhoog en omlaag. Ik heb het gezien. Zeg, zouden de anderen dat ook kunnen? Maar Gertje, durf jij dat te vragen zo? Nee, we kunnen het eens proberen. Ja. Als wij zingen omhoog en omlaag, dan gaan jullie allemaal samen zo'n beetje omhoog. Maar Gertje, 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 dan moeten ze toch weer vlug naar beneden gaan. Hè? Want anders blijven ze zo in de lucht hangen. Hè? Ah, natuurlijk. Oh, ja. Zeg, oppassen. Het zijn klapstoelen. Ja, en als je een beetje te hoog springt, dan is het zo omhoog en op de grond. Het is waar, hè? Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Op de plas, daar gaan we. Omhoog en omlaag, omhoog en omlaag. Gertje. Ja, pas op, pas op, pas op. Die kinderen, dat was zo. Ja, ja, het is heel echt waar wat jij zegt, Gertje. Ik heb het ook gezien. Die grote mensen, dat was... Het is waar. Speciaal voor de grote mensen. Ja, ja, ja. Doen we het opnieuw. Ja, ja. Grote mensen, daar gaan we. Omhoog en omlaag, omhoog en omlaag. Geweldig. Wow. Vooral meneer hier met de snor van voor u was geweldig. Maar Gertje, Gertje, ik heb die meneer met zijn snor eigenlijk niet zo omhoog en omlaag zien doen. Ik ook niet. Nee, maar meneer met de snor, kan jij niet zo'n beetje omhoog en omlaag doen zo? Hij kan het wel. Hij zegt Jan. Ja, natuurlijk. En hij kan het zelfs helemaal alleen. Ja. Maar hij zegt ja. Bent u er klaar? Hij zegt ja. 1, 2, 3, 4. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Applaus voor meneer. Was ik het?
En hij is nog in beeld geweest ook. Ja, zeg amai. Fantastisch. Ja. Daar gaan we. Omhoog en omlaag, omhoog en omlaag, omhoog en omlaag. Hoe ik doe het zo graag. Ik voel me een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. Vangetje, nu doet hij wel goed mee, hè, zeg. Heel goed. Ja, amai, nu kan hij. Het is nog niet gedaan. Gertje wou het ook eens doen. Ik zie hem nog beginnen. Hij riep, ik ben de kampioen. Maar Gertje deed het binnen. Ik maakte zeven salto's en ik sprong zo hoog ik kon. Ja, het is waar. Maar ach, toen vloog ik met mijn hoofd. Doei. Tegen het plafond. Zo raar. Ik voel me een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. Maar goed gesprongen, meneer. En meezingen mag ook. Ah ja, jij mag ook meezingen zo. Gertje had zich pijn gedaan, dus gingen we naar buiten. Toen brak de beurt van Samson ja. aan. En die was niet te stuiten. Nog Samson, kijk nu uit en hou jezelf in toom. Maar ik schoot weg als een raket en landde in een boom. En we zingen. Oh, ik doe het zo graag. Ik voel me een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omhoog. Oh, ik doe het zo graag. Ik voel me een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. We doen het nog één keer speciaal voor die drie mannen daar. Ja, en daar zitten er ook nog zo die niet meegedaan hebben. Toen verscheen opeens Albert, die had nog niet gesprongen. Hij zei me, ik ben een expert, een echte circusjongen. Ik ben een trampolinester, zei hij, een fenomeen. Hij nam een reuze aanloop en hij ging er dwars doorheen. Zing maar! Oh, ik doe het zo graag. Ik voel me een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. Een veertje vandaag. Ik spring trampoline omhoog en omlaag. Oh, Gertje, heb jij dat gezien zo? Die meneer daar, met zo'n streepje met wit en met zwart en met wit in zijn truitje, die was vergeten dat het zo'n klapstoeltje was. We hadden het nogthans gezegd. Ja, Gertje had het toch gezegd, meneer? Maar Gertje, zullen wij nu nog een liedje zingen zo? Nee, nu komt er iets anders. Ja. Nu kunnen jullie kijken naar iets heel bijzonders. Ja. Meisjes en jongens, dames en heren, we zijn blij dat we het jullie kunnen laten zien. Gert. Rechtstreeks. Gertje, kijk eens. Gertje, meneer de Raaf is zo'n beetje gekomen. Maar Gertje, moet meneer de Raaf nu al zo'n beetje bootkransen zo? Koortansen? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee. Octaaf, ja. Je bent te vroeg. Ja, dat weet ik. Ja, als je het weet, ga dan terug weg en kom wat later terug. Ja, maar ik heb een belangrijke mededeling. Ja, doe dat dan daar, maar toch niet hier. De show is bezig. Ja, maar nee, ik heb een belangrijke mededeling voor iedereen. Voor iedereen? Ja. Allee, het is goed. Dames en heren, beste kinderen. Ik ben rijk. Oh, Gertje, dat heeft meneer de Raaf vorig jaar ook al gezegd. Zo. Ja, beste mensen. Ja. Vorig jaar stond Octaaf de Bolle hier ook. Hè. Ja. En toen zei hij ook, hey, maar hey, ik ben rijk. Ja, en toen was het ook niet waar. Nee, het was niet waar. Ja, maar dit jaar is het wel waar. Nou ja, ja. Weet je wat wij daarvan zeggen? Ha, ha, ha.
En ik goed. Ook, kijk, Gertje. Jullie geloven mij niet? Nee. Nee. Niet weglopen, hè. Ik zal jullie eens iets tonen. Ja, toon eens iets. Oh. Maar Gertje, wat wil meneer de Raaf nu eigenlijk zo tonen? Zo? Tonen. Ja. Hij kan niks tonen, want hij heeft niks om te tonen. Oh. Kijk naar het dier. Oh, ho, ho. Ja. Voilà. Kijk eens. Oh, zeg, zoveel geld. Zo, daar ligt allemaal geld op. Ja. Afblijven, want dat is allemaal van mij, hè. Ah, nee, dat is niet van jou. Ah, nee. Ah, nee. Nee. Ah, nee. Octave heeft gezegd, ik heb het gevonden. Ja. Ah, ja. Gevonden. Ja. Dan moet Octave het teruggeven aan de eigenaar. Gertje, wie is dat eigenlijk zo? De leugenaar? De eigenaar? Ja. Dat is diegene van wie dat geld is. Ja. Oh. En ken jij die eigenaar? Ah, nee, natuurlijk niet. Wel, ik ook niet. Dus als ik niet weet wie dat is, kan ik toch dat geld niet teruggeven, slimmetje? Maar Gertje, eigenlijk is dat wel een beetje waar, hè? Kijk, dat kan goed waar zijn, hè? Ja. Maar ik vind dit maar een heel verdachte zaak. Ja. Ja. En ik wil hier niks mee te maken hebben. En ik ben weg. En jij ook, Samson. Kom aan, Gertje. Ha! En rijk, hè? Yeah. Zeg de bolle, wat gebeurt hier allemaal? Ah, burgemeester, kijk eens, ik ben rijk. Oh, zeg de bolle, jongen. Waar heb jij al dat geld vandaan? Gevonden. Oeh. En de eerlijke vinder mag houden wat hij gevonden heeft. Oh, Octave, dan zijn wij rijk. Nee, moeke, nee, ik ben rijk. Hoe? Wil jij dat niet delen met je moeke? Nee. Ah, nee, want jij hebt daar straks zelf gezegd dat jij tegen mij niet meer wilde praten, dus... Dat! Ja. Maar dat was toch om te lachen? Ah, dat was om te lachen! De bolle, ja. Om te lachen. Wel, ik kan daar niet mee lachen. Salut! De bolle! Ja? Krijgen jouw goede vrienden dan helemaal niets van jou? Wel, burgemeester, jij bent een goede vriend, hè? Jij krijgt iets van mij. Ah, ja? Een hand. Zeg, goeie, hè? Rozen. Octave? Ja? Wat is dat? Ah, geld, hè, Alberto. Ik ben rijk. Alsjeblieft. Ja. Is dat echt waar? Dat is echt waar. Oh, Octave. Krijg ik een beetje geld om snoep te kopen? Ik denk er niet aan. Ik geef niks weg. Oh, zak. Oh, maar wacht eens. Ik heb een idee. Jij kan het verdienen. Wat moet ik dan doen, Octaaske? Wel, jij mag mijn knecht zijn. Ja, zak. Ja, maar pas op. Als jij een goede knecht bent, dan krijg jij van mij heel veel geld om heel veel snoep te kopen. Oh, maar dan zal ik jouw knecht zijn, Octaaske. Kom dan maar mee. Ja. Dat vind ik nu niet mooi van de bolle dat hij met ons niet wil delen. Mijn Octave die kan soms zo gierig zijn, hè. Maar ja, dat heeft hij van zijn vader, hè. De bolle. Octave. De bolle. Octave. De bolle. Ik krijg mijn ogen haast niet open en ik kan maar amper lopen. Van alle vier mijn pootjes zijn te stijf. Ik zei we moeten wat verzinnen om de dag mee te beginnen. En wat gaat het allerbeste met muziek? En nu doen we elke ochtend gymnastiek. En zing maar mee. 1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4, 1.
rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4, links en rechts, 6, bij de sluit. 1, 2, 3, 4, adem in en adem uit. Kom maar mee, Samson, kom maar. Mag het je niet om? Ik voel het leven in mijn oren. En ik voel me als het oren. Op mijn staartje gaat weer soepel heen. Ik zwaai mijn armen en mijn benen, tot de stijfheid is verdwenen. Ja goed zo Gertje, goed zo nog een keer. Er zijn geen betere manieren. Wat dat is was. Om je spieren te plezieren. Kijk mijn nek, die wordt gebonden van elastiek. Ik wil s'avonds ook wel op de gymnastiek. En zing maar mee. Even rust en dan weer door. Links en rechts is bijna sluit. Adem in en adem uit. 1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar vol. 1, 2, 3, 4, even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4, links en rechts is bijna sluit. 1, 2, 3, 4, adem in en adem uit. U kan niet meer. Gertje, ben jij nu al zo'n beetje heel roze? Ik ben doodmoe. Gertje, dan moet jij maar een beetje veel meer ochtendgymnastiek doen. Ja, maar dan moeten zij wel een beetje luider meetellen, want ik hoor ze niet. Maar Gertje, dan zullen ze nu al zo heel laat. Ah ja, er zijn geen betere manieren om je spieren te plezieren. Kijk, mijn nek, die wordt gebond van elastiek. En dan weer door. Links en rechts is blij en sluit. Adem in en adem uit. Hup naar achter, hup naar voor. Even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4. Links en rechts is blij en sluit. 1, 2, 3, 4. Adem in en adem uit. Zeg, knecht, kom jij nog? Ja, ja, Octaaf, ik kom al. Hela, jij mag mij geen Octaaf meer noemen. Vanaf nu moet jij mij meester noemen. Maar allee, Octaaf. Hela. Meester. Ah. Ik heb al zo hard gewerkt en ik heb nog altijd geen centjes gekregen om snoep te kopen. Ja, je hebt ook nog niet veel gedaan, hè, knecht. Ja, wat moet ik dan doen? Wel, geef mij een sigaar. Maar allee, Octaaf. Meester. Jij rookt toch niet? Nee, vroeger niet, maar nu wel. Ah ja, nu ik rijk ben. Ha. Ja, nu moet ik grote, dikke sigaren roken. Nee, allee, kom, geef mij een sigaar, kom. Is die groot en dik genoeg? Ja, dat gaat nogal. En geef hem maar vuur nu. Smaakt het niet lekker, meester? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk is het heel slecht. Kom, rook jij niet maar verder op, hè. Ah, Octaaf, daar ben jij. Ah. Beste mensen, Octaaf gaat nu koord dansen. Nee, dat zal nu niet meer gaan, hè. Hoe, dat zal nu niet meer gaan? Ah, nee, natuurlijk niet. Ik ben rijk. Ik heb geen zin meer om te werken. Ik ook niet. Want ik ben nu de knecht van Octaaf. Ja. Maar allee, Albert. Ten eerste is het Albert. En ten tweede... En ten tweede, wie gaat er hier dan meedoen in de show? Dat zal ik eens vlug oplossen, zie. Ga jij maar een beetje stemoefeningen doen, hè? Moeke, burgemeester. Ja, we zijn hier. Wat is er? Ja, willen jullie in onze plaats optreden? Hoe bedoel je? Ja, willen jullie in onze plaats opera zingen en koortdansen? Oh, nee. Ik denk er niet aan. Eerst mogen we niet meedoen omdat we niet geoefend hebben. Ja. En nu zouden we plots moeten meedoen. Goed gezegd, burgemeester. Ja, dat is dan heel erg jammer, hè? Want ik had er nogthans iets voor over. Wat bedoel je, de bolle? Wat geldt natuurlijk.
Bedoel jij dat ik geld krijg om een beetje te zingen? En ik op de koor dansen? Ja, maar jullie willen niet. Dat is nu toch jammer, hè? Allee, kom, knecht, kom. We zijn ermee weg. Goed, meester. Zeg, de Bolle. Ja? Als ik jou daar een plezier mee kan doen, dan... En ik heb toch niks anders te doen, dus... Nee. Allee, vooruit dan, kom. Dan zal ik jullie een beetje geld geven, hè. Hier, pak aan en veel plezier ermee. Kom. Mevrouw de Bolle, nu zijn we ook rijk. Ja, kom, we gaan oefenen. Ja, kom. Wagentje aan vast, dus jij mag met me mee. We hebben alle twee al onze helm opgezet. We geven gas en rijden door, het lijkt wel een raket. Ik rijd voorbij Marlijne en die is zo fier op mij. Want Jean-Louis Michel die heeft geen motto's zoals wij. En ook Albert die is helemaal groen van jaloezie. Het is jammer, maar er is geen plaats voor drie. Samen op de motto, samen op de motto. We gaan omhoog, we gaan omlaag, we rijden vlug, we rijden samen op de motto. Samen op de motto, samen op de motto. We gaan omhoog, we gaan omlaag, we rijden vlug, we rijden samen op de motto. Gertje, gaan we niet te vlug, ik wipper van de schrik. Wees gerust, de beste motorrijder, dat ben ik. Wanneer ik op de motor zit, dan voel ik mij een stijl. Oh, Gertje, je rijdt bijna iemand onver. De zon die schijnt, we gaan naar zee, het kan nu niet meer stuk. Hey, Gertje, stop meteen, of er gebeurt een ongeluk. Ik schrik me haast, een hoedje, hé, wat is er aan de hand? Maar ik moet plassen, Gertje, zet je aan de kant. Samen op de motor, samen op de motor. We gaan omhoog, we gaan omlaag, we rijden vlug, we rijden. Het is al erg laat. Zeg, Gertje, wat ligt daar nu in het midden van de straat? Het is een doos met spijkers, hey, hoor je dat geluid? De banden zijn kapot en we gaan niet meer vooruit. Na uren duwen zijn we er dan eindelijk terug. Gertje, die heeft goed geduurd, al ging het niet zo vlug. Die motor breng ik morgen terug, ik vind het toch maar niet. Voortaan rijden wij wel met de fiets. Samen op de motor, samen op de motor. Niet meer. Hoeveel keer heb ik je nu al gezegd dat ik Octaaf niet ben? Ah nee, wie ben je dan wel? Sneeuwwitje? Dat is de beste. Natuurlijk ben ik Octaaf, maar jij moet mij meester noemen. Het is al goed, meester. Goed, en dan wil ik nu verder rijden. Ik kan niet meer. Dat is toch erg. Ja? Dat is toch vervelend. Jij bent een echte prutsknecht, jij. Ah, maar wacht eens. Ik heb een schitterend idee, hè. Weer een schitterend idee.
Gertje, Gertje, waarom moet meneer Spaghetti zo tegen meneer de Raaf zo altijd zo zuster zeggen zo? Nee, meester. Ja, ja, ja. Ja, zeg, wat spook jij nu eigenlijk allemaal uit, Albert? Ten eerste is het Albert. En ten tweede... Ik ben nu de knecht van Octaaf. En Octaaf heeft gezegd, als ik een goede knecht ben, dan krijg ik veel geld. En als ik veel geld heb, dan kan ik veel snoep kopen. Hé? Ja, maar meneer Spaghetti, ja. Ben jij dan eigenlijk zo'n goede specht zo? Een goede knecht? Ja. Ik probeer dat toch te zijn? Ja. Maar nu ben ik zo moe, hè, Samson. Ik kan geen stap meer zetten. Ah, nu zal het wel beter gaan, zie. Maar meneer de Raaf, wat wil jij daar zo eigenlijk mee doen? Zo? Ah, ik ga mijn knecht een beetje vlugger doen lopen, hè, Samson. Ja. Pas op. Je zal het wel zien. Hier gaan we. En hopla. Oh, een taart. Maar die blijft niet hangen. Taartje. Ah, zo kan ik wel een reisje om de wereld maken. Maar Gertje, hè? Gertje, denk jij zo, dat meneer Spaghetti, dat hij dat taartje zal kunnen opeten zo? Maar nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ja, hey, Albert moet maar niet zo dom zijn. Maar zeg, hè? Maar Gertje, hè? Gertje, denk jij zo dat het waar is wat meneer de Raaf gezegd heeft? Hij heeft zo gezegd, hè? Zo kan ik wel een reis rond de wereld maken zo. Toch niet met dat prutskarretje van hem zeker? Hey, wij zouden een reis rond de wereld kunnen maken. Maar Gertje, wat bedoel je eigenlijk zo? Hier zie, met ons karretje. Ah ja! Wie gaat er mee? Een reis rond de wereld, die willen wij maken. Maar wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Het is wel heel ver, maar we zullen er geraken. Dus wie gaat er mee? Van orde bracht de post een brief en echt, ik schrok me rond. Want die brief, vertel het alsjeblieft, dat was een brief uit Schotland. Ik krijg zomaar een erfenis. Wat is het veel? Ja, wat ik heb gekregen is een stok uit Schots kasteel. Een Schots en scheef kasteel met 7 torens en een spoor. Ik moest er maar naartoe gaan. En als jij dat ga ik ook. I am Mac Samson. I am Mac Gert. And we go together to we doen ons dat concert. We reizen naar Schotland, een prachtige plek. Mac Gert en Mac Samson will never come back. I am Mac Samson en I am Mac Gert. En we go together to we doen ons dat concert. We reizen naar Schotland, een prachtige plek. Mac Gert en Mac Samson will never come back. Wie gaat er mee? Een reis rond de wereld die willen wij maken. Maar wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Het is wel heel ver, maar we zullen er geraken. Dus wie gaat er mee? Bij Heidi in Tirol, daar staat de jodelschool. Wat wordt je daar een jodelaar bij Heidi in Tirol? Zing maar! We zullen er geraken, dus wie gaat er mee? Hey. In Alaska is het altijd winter. In Alaska is de wereld wit en kaal. En de mensen wonen in een sneeuwhut. Met een dikke muts op en een warme sjaal. Ze blazen in hun handen, ze klapperen met hun tanden en ze zingen elke avond allemaal. Het is zo koud in de kou, het is zo koud. Het is zo koud in de kou, het is zo koud. Er hangen pekels aan mijn oren en mijn neus is half bevroren van de kou. Het is zo koud hier in de kou. Wie gaat er mee?
reis rond de wereld, die willen wij maken. Maar wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Het is wel heel ver, maar we zullen er geraken. Dus wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Een reis rond de wereld, die willen wij maken. Maar wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Het is wel heel ver, maar we zullen er geraken. Dus wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Maar het is goed, we vertrekken. Mooi hangertje. Ah, knecht, schenk mij eens een glas wijn in. Goed, meester. Ah. Dank u. Ah, oh, eigenlijk lust ik geen wijn. Ga mij eens een glas limonade halen. Maar ik heb zo honger. Honger, honger, jij hebt altijd honger. Hoor je mij nu zeuren over honger? Nee, maar als ik iemand anders zie eten, dan word ik bijna gek van de honger. En daarbij, hè, u heeft zoveel en ik heb niets. Kunnen we niet een beetje delen? Ah, ik heb een idee. We zullen samen kip eten. Oh ja, lekker kip eten, ja. Ik zal de kip eten en jij kan dan hier de botjes hebben, hè. Voilà. Ja, lopse. Jongens, speel eens een lekker stukje muziek. Oh, nee, nee. Oh, pauze. Knecht hier. Geef de jongens van het orkest een beetje extra geld. Hier, jullie krijgen het geld in de pauze. Hè? Ja. Speel ondertussen een mooi melodietje voor de meester. Oh, dat hoor ik graag. Ik ook. En knecht, dans jij maar een beetje. Hallo Gert. Hey, stop, stop, stop daar eens mee. Stop daarmee. Je... En jij ook, Fred Astaire. Wat zit jij daar te doen? Jij kan domme vragen stellen, hè. Ik eet. En waarom eet jij? Omdat ik honger heb, natuurlijk. Maar Gertje, Gertje, mag meneer de Raf daar niet zo'n beetje eten, zo? Ah, nee, nee, Samson, dat is hier toch geen restaurant? Oh, nee, dat is waar. Dat is flauw, hè. Kom, kijk, hier, geef dat geld aan Gert, hè. Hier, neem dat aan en laat mij hier rustig zitten. Octave de Bolle? Ja. Ik moet dat geld niet hebben en verdwijn maar heel vlug, want anders word ik heel boos. Oh, dat is toch echt flauw. Kom, knecht, we zijn ermee weg. Ruim jij maar op, hè. Goed, meester. Ja, en laat het een beetje vooruit gaan, we hebben niet heel de dag de tijd. Hela, opruimen heb ik gezegd, niet alles opeten. Wat kan verschrikkelijk verstaan, hè. Oh, dat zal wel, zeg. Het is toch moeilijk om vandaag de dag nog goed personeel te vinden? Maar Gertje, Gertje, mag ik eens iets vragen? Maar Gertje, moet meneer Spaghetti nu eigenlijk niet zo'n beetje zingen van Oompapa? Van de opera? Ja, juist, ja, ja. En Octave, jij moet nog altijd koor dansen. Ja, ja. Dat zal niet meer gaan. Hoe, dat zal niet meer gaan? Nee. Want ons Smoeken die gaat opera zingen en de burgemeester gaat nu koor dansen. Dat is niet waar. Die is wel waar. En kondig jij ons Smoeken nu maar aan en met veel bravo, hè? Maar Gertje, Gertje, moet ik dat zo'n beetje doen met zoveel safloer? Bravo. Ja, ja, ja. Doe maar. Ja. Allee. Iedereen goed opgelet en de oren en ogen goed opengezet. Want nu komt mevrouw Pralin en die zal zo'n beetje zingen van de slopera. Van de opera. Uw applaus voor mevrouw Janin. Dames en heren, meisjes en jongens. Ik ga voor u een prachtig operastuk brengen. Met de hulp van mijn charmante assistent, de burgemeester. Applaus alstublieft. Zo dadelijk gaat u mijn gouden stem kunnen bewonderen. Want iedereen weet dat ik de beste stem heb van het hele dorp. Daar ga ik dan.
Daar ga ik dan. Ga dan maar. Bedoel toch dat ik ga zingen? O ja, ja, natuurlijk. Ja, dan zal ik nu de band starten. Ja, maar nee. Ik zing toch met mijn eigen stem. Ah ja? Ah, ja, maar dat moeten zij toch niet weten? O ja, ja. Sst. Zeg, mevrouw de Bolle. Ja. Ik zit hierachter, hè. Ja, dat weet ik. Geef ze maar een applaus, dat was mevrouw Janning. Gertje, Gertje, mag ik eens iets vragen? Maar Gertje, vind jij dat zo'n beetje zo heel mooi, wat mevrouw Pralin zo gezongen heeft? Zo? Mooi, ja. Maar natuurlijk niet. Nee. Dat was meer het spook van de opera. Ja. We zaten te ontbijten en ik ben net in een koe. Er klopte iemand op de deur en Gertje riep bezoek. Ik ging eens kijken wie er was en viel toen bijna flauw. In een deurgat stond een spook dat bij ons naar binnen wou. Nog geen minuutje later zat dat spookje hier naast mij. Het aflug alle broodjes op en ook de spiegelij. Ik ben van de opera, zei het spookordaat. Zolang jullie mij eten geven, doe ik niemand wat. Het spook van de opera, een groot wit vliegend doek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera eet koekjes, snoep en taart. We wilden geen problemen, dus we deden wat hij vroeg. We gaven hem een pot puree, maar dat was niet genoeg. We haalden bij de slagers even kippen en een borst. Maar het spookje had daarna nog veel honger en ook dorst. Het spook van de opera, een groot wit vliegendoek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera eet koekjes, snoep en taart. Het spook van de opera, een groot wit vliegendoek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera eet koekjes, snoep en taart. Ik zei toen jij eet net zoveel als onze vriend Albert. Het is Alberto, zei het spook, en ik wil nog dessert. Toen wist ik plots wie ons van ons eten had beroofd. Het was meneer Spaghetti met de naken op zijn hoofd. Het spook van de opera, een groot wit vliegendoek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera eet koekjes, snoep en taart. Het spook van de
spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera heeft koekjes, snoep en taart. Meisjes en jongens, dames en heren. Dan kunnen jullie nu kijken naar het nummer van de burgemeester. En Samson zal vertellen wat de burgemeester gaat doen. Ja, het is goed, Gertje. Iedereen goed opgelet en de oren en ogen goed opengezet. Want nu komt meneer de burgemeester en die zal zo een beetje boordkransen. Koordansen, de burgemeester. En mag ik ook een applaus voor mijn charmante assistente, mevrouw De Bolle. Dames en heren, meisjes en jongens, dan zal ik nu koordansen over het touw dat u daar ziet hangen. Ja, ik ga niet zomaar over dat touw wandelen. Nee, dat zou veel te gemakkelijk zijn. Ik doe het geblinddoekt. En hier is de blinddoek. En dan zal ik nu naar het touw stappen. Ja. Burgemeester! Niet die kant uit. Huh? Het is de andere kant uit, Ginter. Ah. Links. Oh. En nu gaat de burgemeester daar over het touw stappen. Burgemeester, bent u klaar? Bijna. Daar is hij. Ja, pas op. Ja. Ja. Ja, ik ben er, mevrouw De Bolle. Ja, ik zie het. Nee, je moet erop stappen, niet ernaast. Ik ben bang, mevrouw De Bolle. Ja, ik ook. Ik wil eraf. Dat kan niet. Marie. Dan roept hij op Marie. Allee, kom. Gewoon rechtdoor. Een beetje moed. Ja. Pas op, gewoon rechtdoor. Ja. Kom, een beetje moet rechtdoor stappen, ja. Ik wil ja. Kom aan, een beetje. Ja, vooruit nog een beetje, je bent er bijna. Ja. Nog een beetje, een paar stappen en je bent er bijna. Ja, je bent er! Amai. Ja, nu moet ik nog terug, mevrouw De Bolle. Hij moet nog terug. Ja. Maar dat zal nu beter gaan, je kent de weg, hè? Ja. 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 Disco, gaan we
met limonade en spaghetti, het was nog nooit zo leuk geweest. Maar zo rond een uur of negen na de koffie en de cake, zei ik plots tegen de gasten, we gaan naar een discotheek. In de disco gaan we dansen. Gaan we zingen, gaan we op de tafel springen. In de disco, in de disco, gaan we dansen. Gaan we zingen, gaan we op de tafel springen. In de disco. Mijn spaghetti op de buik, als kijk, hij heeft het naar zijn zin. En op tafel staat wil te shaken op de dansvloer met Janine. Hey, meneer de burgemeester, danst met mij de rock and roll. Die dans die ken ik niet, ik ken alleen de rock and roll. In de disco gaan we dansen. Gaan we zingen, gaan we swingen, gaan we op de tafel springen. In de disco, in de disco gaan we dansen. Gaan we zingen, gaan we swingen, gaan we op de tafel springen. In de disco. Ik zal nog uren kunnen dansen, kom we gaan er tegenaan. Het is al heel vroeg in de morgen, dus we kunnen beter gaan. Nog een dansje wil ik dansen, een drankliedje alsjeblieft. Goed, dan dans ik met Marlijne, want ik vind haar toch zo lief. In de disco gaan we dansen. Gaan we zingen, gaan we swingen, gaan we op de tafel springen. In de disco, maar eens een applaus aan ons ballet. Dat is toch lekker, hè, zo'n bad, hè? Oh, la 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 la. Kom, knecht, schrap jij mee, Ruurtje, maar even, hè? Goed, meester. Oh, dat is lekker. Beetje naar links. Beetje naar rechts nu. Beetje naar onder. Ah, stop, ja, stop maar al, hè. En nu mag je de nagels van mijn tenen knippen. Zeg, Octavio. Hé. Meester. Ah. Ik vind dat toch maar een beetje vies, hoor. Goed. Als jij dan geen geld meer wil verdienen, hè, om snoep te kopen, moet jij dat maar weten. Oh, ik ga onmiddellijk mijn nagelknippertje halen. Voilà. Oh, dat doet goed. Hallo, Gertje. Zeg, wat heeft dat te betekenen? Oh, wat heeft dat te betekenen? Ik neem een bad, hè? Ben jij nu helemaal gek geworden? Nee, ik ben helemaal nat geworden. Dat is een goeie, hè? Ik kan daar helemaal niet mee lachen. Nee? Nee, en verdwijn maar heel vlug, want anders spring ik hier nog los uit mijn vel. Oh, zeg, doe nu niet flauw. Hier, neem een beetje geld en laat mij hier rustig mijn bad nemen. Octave de Bolle, ja. Ik moet dat geld niet hebben. En verdwijn maar heel vlug, want anders word ik heel boos. Ah. Hier ben ik. Ah. Wat ga je daarmee uitspoken? Teennagels knippen. Ah. Wat? Hier op het podium? Ja. Geen denken aan. Eruit. Up, weg. Oh, dat is toch flauw, hè? Kom, knecht, we zijn weg. Jongens, muziek. Je geld. Octave. Je geld, ik moet dat geld niet hebben. Octaaf, hé, open doen. Gertje,
Gertje, heb jij nu eigenlijk ook zo'n beetje heel veel geld zo? Dat is niet van mij, Sergio. Nee. Oh. Dat is van Octaaf. Ja. Ik ga dat straks teruggeven aan Octaaf. Ja. Maar pas op. Je zou daar nogthans heel veel plezierige dingen mee kunnen doen, hè? Mooi, ja, Gertje. Met zoveel geld kan je zeker zo'n heel mooi rood balletje voor Bobintje kopen. Hè? Bijvoorbeeld. Ja. Of je zou daar lekker mee kunnen gaan eten. Oh, Gertje, jij doet me aan iets denken. Ik wil eigenlijk eens iets vragen. Gertje, wat eten wij vandaag? Spaghetti. Wat eten we vandaag? Wat eten we zo graag? Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen spaghetti op ons bord. Als iets moois wakker wordt, dan wil ik het al weten. Het eerste wat hij mij dan vraagt, ja, dat is wat gaan we eten. Mijn buikje knort van 's morgens vroeg, is dat wel normaal? Ja. Natuurlijk, Samson, dat geknor, ja, voelen wij allemaal. Wat eten we vandaag? Zing maar. Wat eten we zo graag? Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen spaghetti op ons bord. Maar ik wil nog iets zeggen, Gertje. Ik ben ook dol op frietjes met heel veel mayonaise. Maar weet je wat op tafel staat? Ja. Spaghetti bolognese. Lekker! Wat eten we vandaag? Wat eten we zo graag? Als ons buikje knort, wij willen spaghetti op ons bord. Vandaag maak ik het eten klaar, ja, dat doe ik toch zo graag. Dek dan vlug de tafel maar, want ik heb een vraag. Allemaal! Wat eten we vandaag? Zo graag. Wat willen we eten als ons buikje knort? Wij willen spaghetti op ons bord. Wat eten we vandaag? Wat eten we zo graag? Heb jij dat gehoord, zeg? Die hebben zo heel mooi gezongen. Ja, en zo luid, zeg. Ja, zeg, amai. Maar Gertje, Gertje, mag ik eens iets vragen? Vraag eens iets. Maar Gertje, zal jij nu zo dat geld van meneer de Raaf zo'n beetje teruggeven, zo? Dat dat geld van Octaaf. Wacht, ja. Waar is dat nu weer? Maar Gertje, Gertje, Gertje. Gertje, dat ligt hier op de tafel. Is het waar? Ja, hier. Gertje, Gertje, mag ik nog eens iets vragen? Vraag nog eens iets. Maar Gertje, wat wil dat eigenlijk zeggen? Zo, speel goed geld. Huh? Waarom vraag je dat? Maar Gertje, dat staat op die briefjes zo. Ja, speel goed geld. Ja, het is waar. Is dat echt waar? Maar ja, Gertje, kijk maar. Hey.
Hier staat opgeschreven speelgoedgeld. Gertje, vind jij dat eigenlijk zo'n beetje heel plezierig zo? Ah, natuurlijk, want als hierop staat speelgoedgeld, hey, dan wil dat zeggen dat Octaaf helemaal niet echt rijk is. Oh, Gertje, Gertje, dan zal meneer de Raaf wel zo'n beetje heel veel schrikkeren als hij dat hoort. Hè? Heel veel schrikken? Ja. Ah, dat geloof ik. Hey, pas op, en niet alleen Octaaf. Nee. Iedereen die geld heeft gekregen van Octaaf ook. Hè? Huh? Ja, slim, hè? Mooi, Gertje, en mevrouw Pralin en meneer de burgemeester eigenlijk ook, hè, Gertje? Ja, die... Oh, hallo. Wat? Ze zijn er juist. Hé, hey, joehoe. Hallo. Hé, hey, joehoe. Wij moeten eens iets zeggen. Ja, zeg jongen, een beetje vlug dan. Hè? Want wij gaan iets kopen met het geld dat we van de bollen gekregen hebben. Ja, ik ga een echte namaakbondjas kopen. Ja, en ik die modelvliegtuigjes. Ja, maar hebben jullie dat geld dan eens goed bekeken? Geld is er toch niet om te bekijken? Geld is er toch om uit te geven? Ja, ja, maar dat is geen echt geld. Zeg jongen, wat sta jij nu allemaal te brabbelen? Maar zeg, het is heel echt waar wat Gertje zegt. Want er staat zo opgeschreven, hè. Speelgoed geld. Wat? Het is niet waar, hè. Maar Gertje, het is wel waar, hè. Oh, zeg, maar dan heeft de bolle ons bedrogen. Maar dat zet ik hem betaald. Waar is Octaaf? Daar. De bollen. Octaaf. De bollen. Ik weet het niet heel zeker, maar ik denk zo stil in mijn hoofd dat mevrouw Praline en meneer de burgemeester, dat is zo'n beetje heel boos zijn op meneer de Raaf nu. Ik zou niet graag in de plaats zijn van Octaaf. Allee, Octaaf denkt dat hij heel veel geld heeft. Ja. En eigenlijk is alles op. Maar Geertje, nu kan meneer de Raaf zo zingen zo van... Op, op, alles is op. Hé, hey, dat kunnen wij ook. Oh ja, wij kunnen dat ook, die zwaar. En dat kunnen zij ook, hè. Maar Geertje, denk jij dan? Luister maar. Chocolade. En waar is de limonade? Maar waar zijn de koekjes dan? Geen pannenkoek meer in de pan. Ik kan het niet begrijpen, ik heb boodschappen gedaan. Maar wat Gertje kocht, dat zie ik hier nu niet meer staan. Zitten hier soms reuzenmuizen of een olifant die snoept? Die wil alle kasten plunderen, maar nooit komt als je hem roept. Wat dat kan, moest ik... Hé, hey, waar is de chocolade? En waar is de limonade? Maar waar zijn de koekjes dan? Het is meneer Spaghetti, hij heeft zich weer volgepropt. Hij is nu een beetje ziekjes, dat is normaal als je zo smult. Hij heeft buikpijn in zijn buikje, maar dat is zijn eigen schuld. En daar gaan we weer. Hé, hey, waar is de chocolade? En waar is de limonade? Maar waar zijn de koeien? Geen pannenkoek meer in de pan. En klap maar mee, kom aan. Ja. Maar Gertje, Gertje, heb je al gezien? Zijn zoveel meneer Spaghetti. Gertje, die mevrouw is boos. Toing, oh, die koppel.
limonade. Maar waar zijn de koekjes dan? Geen pannenkoek meer in de pan. Dat is bon. Kom, knecht, kom. En zet die taart maar hier. En snij er maar een heel groot stuk af. Oh, mag ik een groot stuk taart eten? Nee, slimmeke. Die taart die is voor mij. Maar meester, ik heb al zo hard gewerkt en ik heb nog geen geld gekregen om snoep te kopen. Haal er vooruit. Hier is een beetje geld. Zo. Mag ik nu ook eens van die taart proeven? Als er een stukje over is, mag jij dat hebben, hè? Adebolle, daar ben je. Jij bedrieger. Zeg, wat zeggen jullie nu allemaal? Jij hebt ons bedrogen. Ben jij niet beschaamd om je moeken zo te bedriegen? Waar hebben jullie het over? Wij hebben het hier over. Ah, geld. Ah, jullie willen nog meer geld. Nee, meneer, dat is geen echt geld. Hoe, dat is geen echt geld? Nee, kijk eens goed wat hierop staat. Hier staat, dit is speelgoedgeld. Ja. Het is niet waar. Wat? Dan is dat geld dat ik gekregen heb ook niet echt. Nee. Dan heb ik al dat werk voor niets gedaan. En dan heb ik dat koordansnummer ook voor niets gedaan. En dan heb ik voor niks zo mooi gezongen. Ja, ja, het spijt mij, hè, Moeke. Ik heb het echt niet opzettelijk gedaan. Ah, je hebt het niet opzettelijk gedaan. Kom eens mee, kom eens mee. Ik zie dat jij daar een taart wil eten, hè? Ja, ja, maar ik moet die terug naar de bakker brengen, hè? Ja. Want ik heb die ook betaald met speelgoedgeld. Ja. Dat is een goed idee, de Bolle. Breng ze maar terug naar de bakker. Ja, ik denk dat die bakker heel blij zal zijn. Denk jij dat? Ja. We zullen je helpen. Ja. Alsjeblieft. Ah. Oh, zeg, wat gebeurt hier allemaal? Oh, Gertje, kijk eens. Meneer de Raaf, die is zo'n beetje een sneeuwmannetje geworden zo. Hey, wij hebben de Bolle een lesje geleerd omdat hij ons betaald heeft met speelgoedgeld. Vrienden. Het spijt me. Ik heb heel vervelend tegen jullie gedaan. En dat allemaal omdat ik dacht dat ik geld had. Maar jullie zijn mijn beste vrienden, hè. Ik zal jullie nooit of nooit meer bedriegen. Moeke, ben jij nu nog boos op mij? Maar nee, mijn jongen. Kom in mijn armen. Oh, kom hier dat ik jou een dikke zoen geef. Pas op, hè. Ja, komt eens goed, de Bolle. Je hebt je lesje blijkbaar goed geleerd. We zijn terug, vrienden. Ja. Ja, en ik zal ook terug jouw vriend zijn. Ja? Op één voorwaarde. Dat ik die slagroom van jouw neus mag oplikken. Voilà. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gertje. Gertje, eigenlijk ben ik zo'n beetje heel blij, omdat zij weer allemaal vriendjes geworden zijn. Pas op, zo. Dat zijn geen gewone vrienden, hè. Nee. Dat zijn vrolijke vrienden. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. En de vogels zingen bij. Wij gaan de natuur ontdekken in de duinen, bos en hei. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Twee of drie, die koken het eten. Wat wij wel weten, wie op kant is, eet voor twee. Vrolijke, vrolijke vrienden.
zingen, dansen wij bij het vuur. Tot wij in de tent gaan dromen in het late, late uur. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, daar zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, daar zijn wij. Zo blij dat deze show goed is afgelopen. Maar Geurtje, wat bedoel jij daar eigenlijk mee zo? Deze show is helemaal gedaan. Ja! Maar Geurtje, is dat heel echt waar wat jij zegt? Aan alles komt een einde, Sans. Maar zeg, Geurtje, maar dat vind ik eigenlijk zo'n beetje heel jammerlijk zo. Jammer? Ja. Ja, wij ook. Ja. Want we zouden nog graag een liedje zingen. Ja, jullie wel, ja. Maar zij hier in de zaal niet. Ja. Geurtje, Geurtje, ze zeggen ja! Willen jullie nog graag een liedje zingen? Ja. Allee, kom maar. Ja. De Samson Hop, die dansen alle honden in hondenhok. De hele buurt dansen met ons mee, alleen de tolk dan zegt nee. Fred Kroket, Spijkerbed, Schuiftrompet, Ruistablet, Hey! Joeri! Dit is een Samson. Thank you.
was echt het allerlaatste liedje. Ja, het is maar. Bedankt dat jullie zijn komen kijken en tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer, iedereen.